Nou, dat is een heel speciale dag, want er is een vriend van mij jarig, dus gelukkige verjaardag. Gefeliciteerd, hè? Zijn Instagram komt nu in beeld, ja, dat is zijn Instagram. Ga maar helemaal onderspammen voor één dag, maar gelukkige verjaardag. Hij wil het niet, maar doe toch maar. Vandaag gaan we iets heel leuk doen, want holy shit, ik heb de 40.000 abonnees. En de 40.000 sub special komt eraan, ik kan jullie al zeggen dat het de video is met mijn papa. En we gaan iets geniaal doen. Dus die video komt eraan, maar vandaag gaan we iets anders doen dat ook in het teken staat van mijn papa. Omdat het er gewoon over gaat. We gaan reageren op zijn Instagram. Waarom? Dat zien jullie zo wel. Maar ik ben Acid en ik zou zeggen, smash die like en let's go. Hey, dus welkom op het kanaal. Het kanaal. De Instagram pagina van mijn papa. Hij heeft niet zoveel volgers, hij heeft niet zoveel... Ja. Maar hij is de laatste tijd heel actief op Instagram. Dat is omdat hij denkt dat hij bekend is of zo. Ik snap het zelf niet zo goed. Hij post dus heel regelmatig domme kutfoto's. Ook volgt hij bijna iedereen die hem volgt terug, omdat hij het zelf niet snapt. En holy shit, ik volg mijn eigen papa niet. Hij volgt dus heel veel mensen terug. En dat is eigenlijk gewoon om de reden dat... Ja, hij snapt er niks van. Want dat boeit niks. Hij zet dus heel veel foto's van mij en dingen van mij zoals jullie kunnen zien. Maar zoals de kijkers die mijn video's al lang kijken wel weten. Er had ooit iemand gereageerd op een foto van mijn papa dat zij mijn ex was. En dat... Ja, zoiets. Tuurlijk was ik de ex van een meisje niet. En ik had hij in een video gezet. Dat meisje had een verontschuldiging naar mijn papa gestuurd. En ja, ik vond dit wel legend. Zou ik misschien het nummer van Nathan mogen? Ik wil sorry zeggen. Ik zeg gewoon no way, fuck off. What a beast! Kijk, zoals jullie zien, hier zien we een typisch voorbeeld van iemand die aandacht wil. En dit eigenlijk bijna onder elke foto reageert. Er is een jongen die aandacht wil. What a faggot. Soms gaat het zelfs zo ver dat mensen vragen onder een foto: ik wil bij uw zoon blijven spelen. Wauw. Oké, er is wel een echte beast. Jammer genoeg kan je niet bij me blijven spelen, want ja, dat wil ik niet. Ook heeft mijn papa random een knolpower trui op zijn Instagram gezet. Dan staat er hier bam knol. Hij snapt niet eens wat het betekent. Maar oké, hij is gewoon random. Ook maakt hij een beetje reclame voor mijn merchandise, wat ik niet snap. Dit is mijn oude merch. En hij deelt die merchandise. Nog zei tegen hem van, ik ga nieuwe dingen maken. Maar hij heeft het nu toch gedaan. Let's go. Op deze foto ga ik niet eens reageren. Ik weet niet meer wanneer het is getrokken. Het was in mijn periode van zelf. Selfies, lelijk haar en overdreven filters, wegkijken van de camera, denkend kijken. Het was echt mijn marginale periode. Hier hebben we de comment. Uw zon is echt mooi. Ik ben zijn ex. Dit is dus dat meisje die, ja, die vroeg aan mijn papa of ze hem wou verontschuldigen. En blijkbaar voor mijn papa had zo nodig om er nog eens een foto van op Instagram te zetten. Hij maakt daar gewoon belachelijk op zijn Instagram, maar niemand ziet dat. Dus ik doe het nog een keer, let's go. Hij reageert ook op mensen onder zijn Instagram foto's. Hij is echt een randompje. Jullie moeten ook weten dat tot een maand geleden of zo mijn papa niet wist wat ik deed op YouTube. En ineens zag hij dat ik weet echt veel subs had of zo. Ineens begint hij allemaal foto's van mij op zijn Instagram te zetten. Nathan, Acid Forever. Is wel cute hij dat doet. Dit was de allereerste selfie. Hij heeft hier gewoon geprobeerd om een selfie te nemen. Het is niet echt gelukt. Hey, Gio heeft gereageerd onder een foto van mijn papa. Fucking random, man. Maar dit is toch wel de allerbeste reactie van mijn papa. Op deze foto van cola in een Fanta-flesje, een of andere productiefout, was de hate real op mijn papa. Mensen begonnen weer te zeggen, uw zoon is mijn ex. Mensen zeiden, ik ben je zoon nu aan het neuken. Allemaal bullshit. Totdat mijn papa op een bepaald moment dacht van, yeah, ik ga nu even de cool guy papa van Acid zijn. Dit heeft hij gereageerd onder zijn eigen foto. Effectief, ik geef geen zak om jullie reacties. Get alive. 44 jaar en toch deelt hij nog altijd steken uit naar kleine kinderen. What a beast. Daarmee ga ik binnenkort een video opnemen. God. Deze comment, ik ben nu je zoon aan het neuken. Ik bedoel, als jullie mij nog niet zouden volgen op Instagram, doe het dan even. Ik post heel veel random shit op mijn Instagram, zoals jullie kunnen zien. En ik vind het gewoon een heel leuk sociaal netwerk om dingen op te delen. Van mijn privéleven, zoals jullie hier kunnen zien. Tot dan gewoon echt de randomste shit. Maar oké, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik ben Acid en ja... Zet niet meer zo'n domme kutdingen onder mijn papa's Instagram dat je aan het neuken bent of zo. Ik weet daar nu meer mensen zijn die het gaan doen, maar zoals mijn papa zou zeggen. Get alive! Dus ik ben Acid en ik zou zeggen, bedankt om te kijken deze video. Vond je het chill? Smash dan even dat duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ja! Tjus! Hallo! Zo is mijn mond weer vrij. Ik kan dat nu wel een aantal video's, alsjeblieft. Let's go!